De geest van Yeye, die works in mysterious ways. Want de man die is op vakantie en die heeft ons achtergelaten met een aantal taken die hij in de overdracht heeft gezet. En een van die taken is dus dat we 3 weken lang content moeten maken zonder de man die de content verzint. Mm-hmm. Dus heeft hij gewoon 1500 ideeën. Hebben we vaker gedaan, hè? Ja, ja, zeker. Het is wel spannend. Dat gebeurt elk jaar. Spannend. Het is zeker spannend. Maar dan is hij dus aan het plannen en we vullen af en toe zelf ook wel wat dingen in. Maar het eerste item wat nu langskomt, dat hij gewoon zonder dat hij erbij is aan ons heeft opgedragen om te doen. En ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment ook een item wordt dat wat langer, dat wat vaker terug gaat komen. Ja. En dat is namelijk Ubisoft in 5 stellingen. Oh, oké. Okay. En het is grappig dat hij ergens in een ander document had hij gezet Ubisoft in 6 stellingen. Maar hier zijn het gelukkig 5 en het zijn er ook 5. Okay. En het is ook een logischer getal dan 6. En dan kunnen we dat ooit ook al wel over Ubisoft of over EA of wat dan ook gaan doen. Maar in dit geval had hij zoiets van, nou, jullie moeten het gewoon even over Ubisoft hebben. Dus dan gaan we dat doen. Ja, doen we. Ik heb hier 5 stellingen. Het is in principe een beetje gewoon een free-for-all mind discussion. Die natuurlijk dus nogmaals uit de geest van Yeye ontsproot is. Dus daar zit altijd natuurlijk al een bepaalde bias in. Wie is hier de grootste Ubisoft-fan aan tafel? Ik denk ik. Zit überhaupt van de redactie, denk ik. Dat, Boris haat op alles. Of het nou dat iets is wat hij leuk vindt of behalve niet. Behalve Just Cause. Ja, dus misschien dan niet ergens op, weet ik veel, Deep Silver of Koch of wat dan ook. Ik ben wel een groot liefhebber van Anno. Ja, en Yeye is bijvoorbeeld ook groot liever van Assassins. Maar ik vind de Ubisoft-formule is een past in jouw straatje. Past in mijn straat. Ja. Niet alles vind ik. Voor Halla vond ik echt een draak van een stier van een game. Mm-hmm. Misschien klinkt dat zelfs wel positief, maar dat had ik niet. Dat vond ik saai. Maar ik ben over het algemeen wel heel erg fan van wat zij doen qua games. Oké. Okay. Dus mag ik het lijstje zien? Want dan weet ik welke games er langskomen. Nee, er is dus geen lijstje. Het zijn 5 openstellingen. Maar ik had zoiets van, ik heb hier gewoon heel veel b-roll bijgepakt voor mochten we iets aan willen dragen. En misschien is het voor jou makkelijk om even bijvoorbeeld de Wikipedia van wat er nog aan, weet je, van de Ubisoft games. Want ik denk namelijk, en een van de, daar ga ik ook trouwens gelijk mee openen. Het is eigenlijk JJ's tweede stelling. Maar ik wil daarmee openen. Het is namelijk, we pakken Ubisoft momenteel in de media te hard aan. En dat vind ik dus. Ik vind, omdat ze hebben niet alleen de games waar wij het altijd over hebben, die kopiëren van elkaar en al dat soort dingen. Ze hebben op zich nog best een divers portfolio van bepaalde dingen, mm-hmm, die niet de Ubisoft-formule zijn. Zeggen Just Cause, zeggen een Anno, zeggen The Settlers. Valt een Just Cause onder Ubisoft? Nee, volgens mij niet. Zei ik Just Cause? Ja. Zeggen Just Dance, bedoel just ik. Dance. Sorry, het begint met Just. Ik begon al gelijk de fact check hier. Sorry, ja, maar daarvoor is die. Daarvoor inderdaad hebben die erbij. Nee, ik bedoelde Just Dance. Rocksmith, volgens mij, dat soort shit. Maar het is niet. Wat? Dat is. Maar ze hebben Rabbids, ze hebben zoveel meer dingen dan die paar AAA franchises die ze elke keer. Laat ik het uitmelken. Zo zeggen, de franchises waar ik in geïnteresseerd ben, dat is allemaal eenzelfde fucking klomp, dezelfde hopeloosheid geworden. Ja, maar dus dan scheer je ze over een kam. Ik ben geen fan van Rabbids, dus dat kan me niet interesseren. Nee. Ik ga nooit van mijn leven Just Dance spelen. Nou, ik vind dat betekent dat we dat nu al op de Gamescom gaan doen. Dan ga jij daar voor de fuck of it, okay. Sure. Ja. Maar hoe heet het? Weet je, Ghost Recon was altijd mijn fucking ding geweest. Division, qua idee, super vet. Ja. Assassin's Creed, ook wel een leuk, aardig concept. Maar Far Cry. Far Cry. In principe ben ik met je. De crew. Behalve dat we hier bij een JJ bedacht item zitten. Die gaat over of weet je, Ubisoft in 5 stellingen. Ja. Moet ik nu de journalistische insteek hier gaan doen? Je mag insteken hoe je wil. Ja. Maar waarom vind jij dat we het... Nou, dat zeg ik net. Ja, oké. Omdat ze niet alleen maar die paar games die Koos zegt nu dus van ik heb maar een paar franchises die ik interessant vind en die zijn allemaal een klomp. Maar en dat is een prima reden om dan maar hard in de media te gaan lopen doen over Ubisoft, want dat zijn ook heel veel gamers doen dat, andere platforms maar ze hebben veel meer. Het is niet de media die dat doet, hè? Het is ook Ubisoft die dat zelf doet. Laten we alsjeblieft niet vergeten dat 2 jaar geleden Yves Guillemot gewoon heeft gezegd, we zijn echt op de verkeerde weg. Deze hele Ford-fabriek manier van produceren van games, het werkt niet voor ons, moet compleet nieuwe weg inslaan. En destijds was ik daar laaiend enthousiast over, want het was precies mijn pijnpunt. Hij wist precies te benoemen waarom ik Ubisoft Games niet meer cool vond. Mm-hmm. Dus ik had heel veel vertrouwen erin. 2 jaar later, ik zie er niks in terug. Nee maar dat 2 jaar nee, begint kan lang tijd duren, te zijn maar ik dat zie het wel tijd niks voor is. Ja. Nee.
Nee, klopt. Nog niet. En wat nou, er achter dus, de schermen, dat is dagen later. Dat kunnen wij niet zien natuurlijk. Nee. Nee. Ja. Nou ja, nee, daarom. En er is dus dat feit dat ze veel meer dingen uitbrengen dan dat wij, waar wij ze misschien credit voor geven. Ja, behalve Vision laatst, weet je, die laatste. De tweede Zelda rip-off die, natuurlijk ook. Immortals, ja. die staat Felix inderdaad tussen. Maar, een hele vette fucking game. Oh, zeker. En ergens wel leentjebuur van veel andere franchises van ze. Je hoeft het niet altijd te bedenken, hè? Nee. Precies, en daarom super enjoyable. Ja. Dus en niet per se daardoor. Het was niet een klomp in de klomp van dezelfde soort games. Ook al was het wel op dezelfde. Dit is meer een outlier. Maar vergeet niet, de games die zij het hardst marketen, dat zijn waarschijnlijk dus ook de games naar ons, waarvan zij, naar jou, waarvan naar waarvan Game zij Kings, willen dat jij krijgt gewoon naar budget. Je ziet het. Ik denk dat Just Dance echt een moeilijk groot budget heeft. Ik denk dat daar prima, maar als we daar goed naar zouden kijken, PlayStation posters van hier in Abri. Assassin's Creed wordt door je schrot gedaan. Ja, van Far Cry. Je hebt al bijna een hele playthrough van Assassin's Creed gezien voordat die uitkomt. Ja. Dat is gameplay over en ze nemen letterlijk Giancarlo Esposito aan voor waarschijnlijk een marketing. Hele grote zak geld voor 5 minuten gameplay. Ja, voor marketing. Want hij heeft letterlijk de filmpjes waarin hij zit zijn denk ik meer minuten aan voor de bewijzen van. Bezig geweest. Ja, dan maar meer nog dan de real life. Ja, oh, je bedoelt de reclames. Ja, reclames is hij meer mee bezig geweest dan in de game. Ja, maar dat bedoel ik. Ja, maar dat zegt wel wat. Dat zegt wat over welke games voor hun ook het belangrijkste zijn. Of in ieder geval wat zij willen dat wij het belangrijkste vinden. Laat ik het zo zeggen, voor Immortals Phoenix Rising zouden ze dat nooit doen. Nee, daar heb je minder van gezien. Er was een trailertje hier en daar. Ja. Maar no fucking way dat jij, als jij Twitch zit te kijken, dat dit een soort van Twitch de media zijn. Is toch ook gewoon bijna eensgezind geweest over deze game? Was gewoon een goede game. Ja, nee, maar ik bedoel, dan worden ze ook niet. Nee, maar het feit is dat Ubisoft marketingbudgetten naar een bepaald aantal franchises het meest allokeert. Is dat dan waarom ze. En omdat die dingen op elkaar lijken, is dat dan waarom het geflamed wordt? Nou, omdat het wel, dat zijn de meest vooraanstaande titels waarvan je het meest ziet, waarvan je het meest hoort en waarvan zij het liefst hebben. Nee, maar laat ik het heel simpel stellen. Het waren legendarische franchises die voor mij niks meer waard zijn. Oké, dat is het. Ja. En dat is dus waarom het, jullie vinden het, de consensus rondom Ubisoft nu in proportie. En wat doen ze met Splinter Cell? Nou, er komt een nieuwe aan. Sterk nog een. Zeg wel, sinds 2017. Ja, maar volgens mij stond het wel nu op Wikipedia. Staat to be confirmed Splinter Cell project. Dat is natuurlijk ook iets dat je zelf kan zetten op die site. Maar jullie vinden dus. Jullie zijn het. Ik vind het niet hard. Ik vind het zeer terecht zelfs. Terecht. En ook omdat Guillermo dat zelf ook heeft bevestigd. Dat stemmen positief. En verandering heeft tijd nodig. Ja. Dus ik reken hem ook niet af op die 2 jaar. Maar je zou wel. Je wil nu al zien wat hij daarmee bedoelt en waar dat dan heen moet gaan. Nou ja. Als die woorden echt zoveel gewicht hadden gedragen, dan had je nu al een soort van gemerkt. Precies, benoem de pijnpunten. Hoe dit. Ja, benoem de pijnpunten, dat heeft hij gedaan. Lever ook meteen een visie voor de toekomst. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Nou, daarover de volgende. Nog eventjes, ik ben het dus er niet mee eens. Ik vind dat het, ik vind dat het te hard wordt aangepakt om waar ik om heb gezet. Maar de eerste stelling eigenlijk was, het komt alleen goed met Ubisoft als Yves Guillemot opstapt. Hebben ze een nieuwe leiding nodig? Leider? Nou ja, in principe, want dat hangt een beetje samen met wat ik net al zei. Hij weet dus wel de pijnpunten te benoemen. Ja, ja. Maar dat is ook niet al hij in zijn eentje. Dat is gewoon het hele team. Iedereen. Ja, maar hij is daar eindverantwoordelijk voor. Ja. Ik bedoel, en hij bepaalt het ook. Ik bedoel, natuurlijk, je hebt allemaal met managers te maken. Maar hij zet de lijnen uit en die managers vullen het vervolgens in. Als die managers het niet goed invullen. Tuurlijk is dat niet direct zijn schuld, maar hij is wel verantwoordelijk daarvoor. Maar hij wordt ook aangenomen. Weer natuurlijk. Hoe noem je dat? Er wordt ook hem. Maar heel eerlijk, hij kennis gegeven. Hij zit zelf toch ook niet alleen. Nee, maar hij ziet het zelf toch ook niet meer zitten. Ik bedoel, Ubisoft staat niet voor niks in de verkoop. Is dat volledig in de verkoop? Ja, volgens mij wil hij Ubisoft verkopen. Nou, dan ga ik ook gewoon gelijk naar de derde Ghostmode, de journalist ineens. Binnen 3 jaar is Ubisoft opgekocht. En we kunnen het dus nog steeds over Yves Guillemot zo meteen hebben. Maar binnen 3 jaar is Ubisoft opgekocht. Ja, kijk, de CEO Yves Guillemot wil groter belang van Ubisoft verkopen. Oh, een groter belang. Maar het is niet, dus ergens is dat natuurlijk het grootste belang. Dan is het niet meer van alleen Ubisoft. Ah, meer vinger in de pap van buitenstaanders. Ja, maar waarom dan? Ja, dat ben ik nu aan het lezen. Ja. Denk jij, Daan, dat ze gewoon om nieuw kapitaal om in dingen te pompen? Want ik denk namelijk dat ze genoeg verdienen. Ja,
Ze verdienen zeker genoeg, want wij kunnen wel lekker zitten klagen over de games die we steeds op elkaar vinden lijken, maar die worden nog steeds als warme broodjes. Ja, maar dat is wel een probleem. McDonald's. Dat is het probleem. En dat is ook wat wij ook altijd nu zeggen. Al trekken. Met Activision, met een Diablo. Weet je, we zeggen boycott die shit als het echt pay-to-win-achtige praktijken worden. En uiteindelijk weet je doodleuk dat iedereen het gaat kopen. Er zijn twee verschillende rapporten. Guillemot-familie probeert wanhopig de verkoop van Ubisoft te voorkomen. Ja, de familie. Maar Yves zelf? En Guillemot-familie zoekt investeerders van Ubisoft. Maar even, welke tijdsbestek was allebei in mei 2022. Oké, nou dan weten ze het zelf. Maar de familie, is het echt ze zoeken een investeringspartner, maar ze willen nog zelf wel de ultieme stemrecht houden. Tuurlijk, dat zou de ideale droom, dat wil ik ook. Ik wil ook heel veel geld van iemand die al nog bepalen over mijn eigen leven. Ja. Weet je, dat is natuurlijk stom. Maar denken jullie dat het binnen welke partijen zouden dit kunnen kopen überhaupt? Gaan we als eerste waarschijnlijk weer Xbox aandragen. Of Embracer. Ik zit veel meer Embracer. Tencent is er nog. PlayStation is er nog. Nee, ik denk dat PlayStation... Want, kijk, PlayStation wil Ubisoft niet. Nee, het gaat niet gebeuren. Nee. Maar puur als ik zoiets heb van... Ik zie deze franchises. En bij welke uitgever zou die goed passen? Mm-hmm. Dan denk ik PlayStation. Want Assassin's Creed heeft PlayStation laten zien. Om er vervolgens een PlayStation-esque spin aan te geven. Ja, Ghost of Tsushima is ja, dat. Okay. En dat vind ik fantastisch uitgevoerd. Maar dus passen bij is niet per se het kapitaal hebben om. Nee, maar ik bedoel, die hebben de know-how van zo doe je dat. Kijk, wat talent heeft Ubisoft. Ze kunnen een wereld de gruwelijke IP's hebben ze ook. Ja. Ze missen leiding, ze missen visie. En om heel eerlijk te zijn, dat heeft PlayStation op dit moment wel. En dat zal niet voor altijd zijn. Maar denk jij dat wanneer een PlayStation bijvoorbeeld, als die Ubisoft zou kopen, dat PlayStation ook de weg gaat veranderen? Dat denk ik wel. Want ja. ze zijn heel erg hevig geïnvesteerd in de samenwerking met hun studio's. Als je ziet wat Hammond Hulst doet tussen al die PlayStation studio's. Ja. Allemaal samenbrengt. Al die data. Kijk, en niet dus de Ford-fabriek zoals Ubisoft het doet. Van jij maakt alleen dit, jij maakt alleen dat. Nee. Iedere studio maakt alles voor zichzelf. Ja. Tenzij en dat niet gewenst is. En jij hebt het nodig van die en die hebben het nodig van maar wil je info hebben? Wil je hulp nodig hebben? Ja. Hoe doe je zoiets? Al die informatie en al die kennis die wordt bij elkaar gebracht door Herman Hulst. En Herman Hulst is gewoon wel echt een kapitein op het schip. Ja. Die een duidelijke visie heeft. En dit, wij willen cinematische blockbuster games maken. En vooral ook dus gebruik maken van elkaar, van de expertise. Elkaars kennis. Dat is wat hij heel erg, denk ik, inzet. Ja. Dat neemt niet weg dat ik denk dat een Ubisoft als aankoop te groot is voor PlayStation. Ja. Oh nee, het gaat niet gebeuren. Nee. Maar als ik het alsnog ergens zou willen zien, dan zou het bij PlayStation zijn. Ja. Ik kan me voor de rest geen uitgever bedenken waar ik bij ben. Ja, want die zijn toch met geld aan het smijten. Die hebben dezelfde mindset als sinds we willen gewoon spreadsheets. Maar wat heeft Embracer goed gedaan dan? Niks. Nee, maar ze hebben geld. Ja, maar dan hebben ze geen track record van mij. Ja, Ubisoft heeft ook genoeg geld om die games te maken. Daar gaat het niet om. Ik vraag je niet... Wil je het zien? Bij wie wil jij Ubisoft ondergebracht hebben? Dat de vraag was. Nee, de vraag is, binnen 3 jaar is Ubisoft verkocht. Oh, oké. Nee, maar ik dacht dat jij een vervolgvraag stelt. Bij wie zou je Ubisoft graag willen zien? Bij PlayStation zou ik dat graag willen zien. Liefst bij PlayStation. En bij Xbox zou eventueel ook nog wel kunnen. Niet bij elkaar matchen. Bij Xbox zou het ook nog wel kunnen, maar... Dan ben ik veel meer... Ten eerste hebben het niet meer nodig. Ja. Nee. Ten tweede, dat is ook niet goed voor de industrie. Nee. Maar ten derde, ik denk dat ze te veel blijven hangen in hun manier precies van werken dat dan nog. Nou, dat heb ik. En ik zou ook zeggen dat stel PlayStation zou het kopen, wat niet gaat gebeuren. Maar dan denk ik alsnog dat ze dat misschien eerder kopen voor hun portfolio. Om hun portfolio uit te breiden. Ja. Dan dat ze het kopen om de kwaliteit van de Ubisoft games te injecteren met hun visie. Ja. Dat denk ik ook niet dat zou gaan gebeuren. Nou ja, dus ik eerder zou Tencent... Eerder andersom, het talent van PlayStation injecteren bij de IP's van Ubisoft. Ja. Dat gaan ze niet doen dan, terwijl... denk ik. Zelfs al zou PlayStation het kopen, denk ik niet dat ze dat gaan doen. Ja, anders zouden ze het niet kopen. Ja, om een portfolio uit te breiden. Om dus maar Xbox na te doen met gewoon veel games wat ik zeg, ik vind echt PlayStation heeft een visie voor first party games. Ja. En die steekt first party echt goed in elkaar. Ja, maar dat is dan first party. Tegen wordt is het wel first party. Ik bedoel, zie jij het al voor je? Stel, Sony koopt Ubisoft en ze gaan een nieuwe Assassin's Creed maken. En ze weten diezelfde spin eraan te geven als dat een God of War kreeg.
Dan heb je toch gewoon instant, ja, instant hit. Ja, nee, zeker. Je hebt de IP met de vette setting, met alle achtergronddingen waar je wat mee kan doen. En misschien weer meer die Animus kant op ook. En je hebt gewoon die vette blockbuster stijl van die, ja, die Sony goed kan. En ook als je het hebt over games zoals The Division en Ghost Recon, want dat zijn helaas, naar mijn mening dan, live service games geworden. Sony heeft letterlijk Bungie gekocht voor kennis. Daarom. Ja, voor live service games. Ja, voor één. Maar, ja, precies. Nee, maar voor, dus niet voor Bungie games. Nee, precies. Bungie kennis voor live service, ja, daarom, games. Maar, nee, maar dus, en Ubisoft kan niks bijdragen aan... Niet op die manier. Misschien wereldgroten en zo. Nee, maar je bent er bijna. Maar Bungie dus wel aan Ubisoft, ja, waardoor die games beter worden, wat, ja, goed is voor PlayStation. Ja. Fair. Oké, okay, dat is smart. Ja. Maar heel eerlijk, ik moet je wel zeggen... qua ondersteuning van live service games, dat doet Ubisoft wel. Heel goed. Ja, maar dat is ook nog... Dat wil ik ook bijvoorbeeld, inderdaad, om nog eventjes terug te komen op stelling 1. Dat we het zo te hard aanpakken. For Honor wordt nog steeds ondersteund. Ja. Trackmania wordt ondersteund. Nee, maar dat doet heel veel van die live service games blijven wel echt jaar en dag draaien. Maar zelfs ook al zijn ze doodverklaard, ja, joh, dan blijft het ondersteunen. Niemand speelt For Honor nog, maar je kan het nog wel spelen. Ja, ik denk dat er gewoon nog een harde kern... Ja, 3000 mensen over de hele wereld. Nee, maar er is zeker een harde kern. Maar ik bedoel, het valt te prijzen, ja, dat ze dat niet doen. EA had al lang de stekker uitgetrokken. Zeker, inderdaad. Ja, precies. En meerdere partijen, hoor. Maar denk je dat... Zou PlayStation en Ubisoft überhaupt willen? Nee, het is sowieso te duur. Nou, dat is een ander ding. Dus jij zegt, maar Ubisoft voegt niks toe aan PlayStation. Nee, maar waar, want jij zegt, binnen 3 jaar is Ubisoft opgekocht. Aan wie, aan welke partij zou Ubisoft nog wat bijdragen überhaupt? Ja, niks meer. Ja, alleen de Embracer, misschien omdat ze dan hun portfolio ietsje professioneel groter maken qua grootzaak. Ja, als je dan zegt... Qua alleen, gaming, hè, want we hebben heel veel andere franchises ook. We hebben het in het einde van de week gehad over het feit dus dat ze de Lord of the Rings license hebben gekocht. Of eigenlijk het bedrijf dat de license heeft. Dus Lord of the Rings is nu van Embracer. Nou ja, ik bedoel, niet Embracer haalt er dan wel eindelijk een beetje AAA-studio's mee. Ja, nee, maar daarom. Dus daarom zeg ik, ja, Embracer kan een Ubisoft ook best gebruiken, omdat ze dan AAA shit inderdaad hebben. Kunnen maken, ja. Ja. Toch? Ja, nee, zeker. Dus ergens is dat ook niet gek. Apple, Tencent, Google. Dat niet allemaal. Tencent zou kunnen. Maar die hebben al, volgens mij hebben die al best veel aandelen in Ubisoft, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. Dan de Tencent is bijna overal tegenwoordig. Ja. Ja. Dus Tencent is ook zo'n partij die best wel... die hebben zulke grote franchises al in Azië. Dat ze dit misschien niet nodig hebben. Allemaal dit soort aankopen, ik vind het niet interessant. Want dat gaat Ubisoft niet per definitie beter maken. En wat Sony wel. Ja, dat vind ik een goeie. Ja, bij Sony zou het beter worden, maar dat gaat toch niet gebeuren. Nee. Dus ja. Dus, maar dan, jullie denken dus... Ik denk namelijk ook niet dat het binnen 3 jaar verkocht is. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee. Deal, high five. Een aandeel, hè? Een deel van. Ja, maar dat is nu al zo. We hebben het over volledig Ubisoft. Niet volledig van Ubisoft. Nee, dus, ja. Nee, maar ik bedoel, dat deel zal alleen maar kleiner worden. Dit is wel een leuke hot take. Jij zegt namelijk, na Assassin's Creed Origins heeft Ubisoft geen goede game meer gemaakt. Origins. Nou ja, nee, dat is niet Phoenix waar. Rising. Kan je wat is er na? Nou, maar ik kan er al gelijk Phoenix Rising. Ja, Phoenix Rising, maar ook Mario plus the Rabbids Kingdom Battle was een fantastische game. Ja. Ja. Maar de game zit gewoon heel goed in elkaar. Niemand heeft die startpage.ga als fucking machine ingesteld. Is dat nieuw? Dat klinkt goed. Startpage. Het is echt verschrikkelijk. CA. California, moet goed. Silicon Valley, goed. List of Ubisoft games. Nou, daar komt hij hoor. Ja, na Origins. Want Origins is wel mijn recente favoriete Assassin's Creed. Zeker weten. En misschien zelfs wel de top... Volgens mij heb ik die wel eens gedaan, die top 3 of top 5. En daar zat hij ook in. Geen complete lijst. Ik kreeg ook... Hier, 2020 present. Wat? Verkeerde input krijg je net. Oh, heb je een verkeerd knopje gemapt? Nee. Oh. Maar het zou zomaar kunnen van wel, ja. Misschien heb ik wel versleepte kanalen. Nou, maar dit is in-crowd gelul. Wat is er allemaal gemaakt na Assassin's Creed Wanneer kwam Assassin's Creed Origins uit? 2018, denk ik. 2018. Zeg maar water, mijn game water gevoel. Misschien 2017. Ik moet hem zoeken. Even Wikipedia. We hadden ook een lijstje uit kunnen printen. Maar ik dacht van, nou, misschien is het heel makkelijk om on the fly dingen om wat bij te pakken. Ja, dat doen we toch ook. Dat kunnen we ook niet meer laten zien. Nu, dus. Maar even kijken. Nee. 2000, ze brengen echt fucking veel uit. Ja, maar dat bedoel ik. Ook in die dingen. Assassin's Creed Origins, komt-ie. Ja. Natuurlijk de South Park games. The Stick of Truth. Fucking goeie. Goed? Hè? Goed? Ja. Na? Dat zijn goeie games. Fractured Butthole is na... Origins nee, ik heb al The Stick of Truth.
En The Fractured Butthole is nog later. Na Origins? Ja. Nee, joh. Ja. Origins? Ja. De Stick of Truth is na Origins? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ik had hem net hier erbij staan. Ja, voor PC of een poort of iets geks. Nee, ik ga het nu voor je erbij zoeken. Origins. Even kijken. Rayman Origins. Godverdomme, had ik hem net. Eentje omhoog. 27 oktober 2017. En de Stick of Truth is ja, ook is. 13 februari 2018. Ja, wow, dat is echt in mijn hoofd helemaal Heb je die? Dan heb je ook The Fractured Butthole. Ja. Ook een goede game. Ja. Assassin's Creed Odyssey. Ik weet dat er heel veel mensen fan van zijn. Ja, maar hij is niet beter dan Origins. Nee, en Valhalla is ook niet beter dan Origins. Nou, Anno 1800. Oh, fuck yeah, beter dan Origins. Ja, ik ben... Anno is echt een goede game. Ja, maar Anno wordt ook nog steeds helemaal kapot gesupport. Ja. Je krijgt nog steeds vaak deels. Far Cry 6 vind ik een goede game. Nou, de Just Dance games. Ja, daar hebben we te weinig know-how van. Maar die worden altijd wel... Goed gereviewd. Ja, die worden altijd wel aangeschreven. Laten we dat niet meenemen in Ubisoft heeft na Origins geen goede games meer gemaakt. Ja, ben ik niet mee eens. Het is alleen een compleet ander publiek. Ja. Even kijken, Hyperscape natuurlijk. Nee, die zit wat crap. Een week. Letterlijk, die game heeft een week overleefd. En daar hebben ze wel heel snel de stekker weer. Riders Republic. Ja, daar hebben ze wel heel snel de stekker. En dat is ook maar een ding. Kijk, goed blijft natuurlijk ook een mening. Ik vond Watch Dogs... Nou ja, Watch Dogs Legion zou ik inderdaad niet echt goed noemen, maar wel aardig. En aardig is misschien ook al goed tegenwoordig, maar... Nou, Rainbow Six Siege hebben ze nog uitgebracht op Next Gen natuurlijk. Immortals Immortals is een goede game. Ze hebben Siege nog steeds gesupport. Is nog steeds een goede game. Daarom. Dus ergens, het is niet uitgebracht na, maar wel nog steeds goed. Ja, dat was het, man. En dan denk je toch dat we een aardig lijstje hebben. Ja. Makkelijk een handvol. Ja, zeker. Misschien wel twee handen. Maar ze brengen ook echt pleuris veel uit. Ja, nee, maar daarom. Dus ik vind daarom dus dat mensen te hard zijn voor dit. Maar het is grappig, want bijna elke game die we noemen is niet van die formule. Nee, precies. Nee. Klopt. Nee, dat is behalve van Far Cry 6. Voor mij zou ik dus een lans voor kunnen die noemden wij niet. Maar dat is omdat 5 heb ik ook expres niet genoemd. Die is ook zeker daarna uitgekomen. Ja. Misschien zelfs wel 4. Ja, die was daarna uitgekomen. Ja. 5. Maar dat zou ik ook zeker geen goede game noemen. Net als inderdaad Valhalla en Odyssey. Odyssey is misschien ook wel een goede game. Alleen het was zo erg gelijkend met Origins. Ik kan echt niet tegen die riding houden. Ik heb Odyssey geprobeerd, maar mijn god. Ja, maar dat is boring en dim. Fucking en hell, slecht geacteerd. Slecht, ja, en dat had Origins dus niet. Dat vond ik echt een stuk beter. Alright, nou dan hebben we nu de laatste stelling. Oeh. Als Ubisoft weer een grote speler wil worden, zullen ze net als Rockstar 2 of 3 franchises uit hun totaalpakket moeten kiezen, daarop focussen en met de rest stoppen. Nee, want ze hebben veel te veel studio's. Daarom. Ze hebben echt zoveel studio's. Dat kan niet. Ze kunnen met veel dingen tegelijk bezig zijn. Ja, ze moeten alleen niet al die dingen elk jaar of elke 2 jaar uitvullen. Misschien dan. Ja, maar ze moeten gewoon het productieproces. Ze moeten gewoon het productieproces van een grote franchise waar we het dus over hebben. Moeten we dat gewoon. Daar moet gewoon een compleet nieuwe strategie voor komen. Maar dude, moet ik eens tellen hoeveel fucking studio's ze hebben? Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 studio's. 54 fucking studio's. Over de hele wereld. Ja. En het zijn natuurlijk ook kleine, maar veel van niet veel van maar ze hebben zeker ook hele grote studio's. Ten eerste, dit bewijst het namelijk al. Jij zegt, als Ubisoft weer een grote speler wil worden. Ze zijn een van de grote spelers. Nee, ik wou net zeggen. Ik bedoel, ik heb veel te klagen over de kwaliteit. Maar wat jij... Ja, precies. Maar ik denk meer geliefd. Geliefde speler. Grote speler. Maar heel veel grote spelers zijn niet meer geliefd. Jij is niet geliefd. Activision Blizzard is niet geliefd. Daarom. Het ligt zo in de Sign of the Times inderdaad. Ook dat. Dat soort grote players. Zelfs fucking Rockstar is het aan het verkwisten nu. Door die cutgames. Door die trilogy en wat dan ook. En door inderdaad Red Dead te stoppen en niet genoeg te supporten. Dus zelfs Rockstar. Ja. Dus jij geeft hem hier aan à la Rockstar. Maar ook die zijn het aan het verneuken voor zichzelf. En dat is een grote speler. Ja, maar kijk, en dat is het ding. En Rockstar, die maakt maar 1 game in de zoveel tijd, weten we. En zij brengen, ik heb het nu al genoemd, 4 of 5 studio's. Die komen met zoveel straf aan. Ja. Ja, maar je kan natuurlijk wel een gedeelte... Je kan de studio's mergen of dit of dat. Nee, natuurlijk, maar je moet niet vergeten. Ze werken ook aan mobile games. Ze werken ook aan games die wij nooit spelen. Spectrum Vision, weet ik veel, al dat soort shit. We hebben natuurlijk ook... Kijk,
twee, drie franchises. Het hoeft niet te betekenen dat je alles dropt. Maar het zou dus kunnen zijn dat je eens in de zoveel jaar, zoals weet ik wel, nou ja, Call of Duty werkt niet helemaal zo, maar dat, want dat blijft dezelfde franchise, maar dat er dus studio's om de beurt een project gaan doen. Ja, dan maak ik, dus het ding je, is wel, van, ik vind ook wel, ze focussen ook op drie franchises, ja. Alleen ze doen er niks interessants mee. Dat is het probleem. Ja. En de goede projecten, die worden heel erg onderbelicht. Ja. Terwijl je juist denkt van, promote fucking Immortals Fenyx Rising, zet hem neer als een nieuwe fucking Zelda. Ja. En weet je, op alle platformen kan je die spelen, dikke reclamecampagne erachter. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen enthousiast worden voor zo'n game. Ja. Maar nu, omdat het een beetje in de loot opkomt, hebben mensen al zoiets van, oh, nou, dat zal het dan niet zoveel zijn. Want, ja. Want de games waar ze miljoenen marketingbudget achter zetten, die zijn heel erg meh. Ja. Hier durven ze niet eens marketingbudget achter te zetten. Ja. Fuck deze game dan maar. Hele slechte keuze, wanneer ik dacht dat zij dat echt het roer hadden omgegooid, toen Origins. Origins, ja. Want dat was de eerste Assassin's Creed waar ik dacht, oké, ze hebben voor iets anders gekozen. Dat, ja, was, ook, dat was ook toen ze zeiden, hè, van, we gaan niet meer jaarlijks Assassin's Creed. Nee, maar dat doen ze ook niet. Ze doen het nu bi-yearly. Ja. Wat natuurlijk gewoon letterlijk, nou oké, twee keer zoveel is wel veel meer tijd, maar het is nog steeds niet genoeg. Maar dus ze hoeven misschien niet inderdaad twee of drie franchises te pikken, de rest te droppen. Maar je kan ook soort van, als je zoveel studio's hebt, langer de tijd nemen. Langer de tijd nemen voor al die verschillende. En dan kan je er gewoon, dan kan je er alsnog twee per jaar uitbrengen. Een langer de tijd nemen. Ik heb pas vier jaar komt die franchise weer terug. En daartussen zit een, weet je, stel dit jaar is de Assassin's Year. Dan heb je volgend jaar Splinter Cell en Ghost Recon. Dan heb je daarna heb je Rabbids en Division. Gewoon elk jaar een van de bovenste plank en eentje van net eronder. Gewoon prima. Gewoon de top en de sub. Dat zou kunnen, maar vooral ook focus alsjeblieft op kwaliteit en niet kwantiteit. Voor mij hoeft een Assassin's Creed niet 500 uur mee te kunnen gaan. Nee, maar dat bedoelt jij natuurlijk. Is dat wanneer je twee of drie franchises pikt, dan ga je automatisch waarschijnlijk, als het goed is, wat meer focus op kwaliteit. Ja, nee, maar ik bedoel, Ubisoft ziet bijna van dat je 500 uur bezig kan zijn in Valhalla. Dat ziet Ubisoft bijna als een selling point. Als een goed iets. Ja. Nee, man. Ik word daar moe van. Ja, ik weet vooral niet ook omdat, kijk, als het nou 500 uur aan toffe content was, maar amazing, weet je, maar het is waarschijnlijk, om heel sec te zeggen, en dat is wel een beetje gechargeerd, denk 10 uur coole shit en 490 niet coole shit. Ja, nou ja, is gechargeerd, maar in principe geef ik je die. Ja. Het had echt 10 keer zo hard gecondenseerd kunnen worden. Ja. Ja. En ook dus 10 keer harder dan maar geweest. Als je 10 uur coole shit hebt, maak de game maar 13, 14 uur, was het voor mij een perfecte game geweest. Ja, maar dan heb je wel heel veel andere dingen moet je dan wel goed doen. Namelijk vette character writing. Maar daar heb je dan tijd voor. Omdat je niet de 300ste kutmissie hoeft te verzinnen. Haal hier een brief op en geef hem aan hem. Maar ik denk natuurlijk dat zij hebben daar ook, net zoals EA, een bepaalde vision in. Dus dat gewoon mensen heel lang een game moeten spelen. En dat is denk ik iets dat... Ja, dat is een hele foute filosofie. Nou, het is een verouderde voor ons als gamer. Maar dat hebben ze, dat je de spreadsheet managers, die kijken gewoon nog steeds zo van, oh ja, maar World of Warcraft heeft fucking veel geld binnengehaald. Dus wij moeten ook iets dat heel lang. Ja. Destiny heeft heel veel geld binnengehaald. Ja, en dan met, waarschijnlijk met de overtuiging, hoe langer iemand het speelt, hoe groter de kans dat ze meer DLC geld uitzetten. En dat kan je vast wel staven met data. Ja, alleen daarom, daar zitten wij als gamer niet op te wachten. Fuck die shit. Maar dat is inderdaad waar het Ubisoft-model ook gewoon. Hoe groter, hoe meer tijd, hoe langer we ze gebonden hebben. Dit is waar business schuurt met spelplezier. Ja. En dat zal altijd een strijd zijn tussen de managers en de gamers. En daar moeten we een balans in vinden. En ik vind dat die balans heel lang al niet goed is. Nee, dat heb ik ook. Maar het blijft natuurlijk ook... we hebben ook tijden gehad dat er bijvoorbeeld veel te weinig online games waren. Veel te veel lange of juist veel te korte Het gebeurt altijd in de cycli. Ja, precies. Ja. En we zitten nu inderdaad in een cycli dat meer beter lijkt te zijn. Maar dat is voor ons dus niet zo. Volgens mij was dat rond 2012. Was toen ze net met de Division kwamen. Ik weet niet wanneer ja, precies dat was. Denk ik, ja. Maar toen, begon dat. Maar toen was het nog zo van, oh wauw. En de live service cycle begon toen. Maar ze kwamen met allemaal vette verschillende dingen. Toen waren we excited voor een live service game. Ja, maar er waren allemaal verschillende dingen. Ja. En niet weten dat, zeg maar, dat die lijn ineens zo van, pas om, van weg met je hartslag en dit blijft het. Ja. Maar dat was vet. Weet je, dat moment vond ik hard. En toen Origins toen was uitkwam, vernieuwend. Ik heb Origins niet eens gespeeld, maar ik vond wel een soort van, oké, we hebben weer wat nieuws. Nieuw nieuws. Ja. Het was, volgens mij kwam het na Unity, wat inderdaad gewoon echt een bug-ridden, kleine, niet vette, vond ik. Zeker. Maar dat heeft voor gezorgd, Unity, dat even die Assassin's Creed franchise op de schop ging. En daarom zijn ze nu bi-yearly dingen gaan maken in plaats van Unity. Het is wel beter geworden daardoor.
Ik bedoel, Unity, dat was echt een ramp hoe die is uitgebracht natuurlijk. Het is geen slechte game, maar het is een ramp hoe die is uitgebracht. Ja, ja, ik vind het ook echt geen goede game. Ja, ik heb hem verder niet gespeeld of zo, maar ik bedoel, dat zijn de geluiden die ik hoor. Nou, uiteindelijk heeft hij het aardig gedaan, omdat hij wel, nogmaals, omdat Ubisoft wel van het supporten blijven is en het doorpatchen en hun games komen uiteindelijk af. Zelfs, weet je, Breakpoint hebben ze, ik heb nog steeds niet helemaal echt goed geprobeerd, maar ze zijn echt gewerkt te hebben. Zeg maar, je kan er geen topgame meer van maken. Ja. Maar ze hebben echt 2 jaar na dato of zo, hebben ze gewoon wel features in de game toegevoegd waarmee ik denk, ja, nu wil ik het wel eens spelen. Ja, gewoon, ik wil nog een keer weer proberen. Maar ook maar voor een weekendje dan hoor. Maar wel gewoon, het is genoeg. Een weekendje gamen is ook best tof. Dat is best veel. Maar daarom benoem ik dat ook zo. Ja, want we kunnen ook met z'n drieën naar fucking Center Parks gaan en €300 voor een huisje. Is ook maar een weekend. Zit je de barbecue in en dat is ook leuk. Maar dan is het heel cool als je al een game die je al hebt, 2 jaar na dato nog een keer een topweekendje mee. En Ghost Weekend is ook wel een mooie game, een moeilijke game om multiplayer te spelen hoor. Want je moet gewoon vrienden hebben die wel serieus willen spelen. Oh zeker, ja, dat is echt een co-op. Als jij fucking ergens een compound in wil gaan en er is eentje die Leroy Jenkins gaat, ja, dan is het al niet meer leuk. Nee zeker. Dat is sowieso een ding met online gamen en helemaal de wat meer co-op-achtige games die dan ook Ubisoft uitbrengt. Dat hangt zo erg af van je team, hoe leuk je het vindt. Ik vond de Division fucking gruwelijk, maar als ik niet teammaten had die er net zo soort van serieus in gingen, maar dan moet je van, oh, nou, ik ga alleen maar voorop lopen en alles wat ik zie ga ik pakken. Ja, dat is irritant. Ja, dan had ik het ook meteen een kut game gevonden, terwijl dat niet eens aan de game had gelegen, maar gewoon puur aan mijn ervaring en wat anderen ervoor zorgden dat het mijn kut ervaring werd. Ik weet ook niet of je dat kan sturen. Dat is ook niet. Daarom zeggen ze toch altijd ergens erbij misschien van, dat heel goed gameplay er zijn dat misschien wel, weet je, als ja, zeker. Maar dat is wel heel moeilijk hoor. Maar het is vooral ook mindset. Je ziet toch altijd ook die disclaimer erbij van online experience, subject to change, weet ik veel. Dat gewoon zo afhangt van. Je merkt dat letterlijk op de gamebeurzen al. We hebben Ghost Recon kunnen spelen op de gamebeurzen. Ja. Nou, dan speel je met allemaal mensen die je niet kent. Niet met elkaar communiceert. Ja, super saai wordt het dan. Zie je alleen maar dat het gameplay sessie. Ja, voel je het alleen maar dat het lekker speelt en dat het er mooi uitziet. Dat zit. Ja. Maar dat valt dan ook in het niet, omdat je gewoon alleen maar bezig bent met je irriteren aan je teammaat. Ja. We hebben hier dus 5 stellingen best wel, ik vind dat jullie dat netjes inhoudelijk hebben behandeld. Nou, dank je. Vanuit verschillende kanten, persoonlijk. Zegt jij, en, nee, dat zeg ik. Okay. Behalve dus dat in het opnameschema stond 6. Dus kunnen jullie nog 1 stelling voor mij eruit wurmen, zodat het toch misschien 6 stellingen is? Okay, de Avatar van Frontier of Pandora wordt daadwerkelijk een ander type game. Nee, dat is veel te klein. Ja. Gaat het nog goed komen met Ubisoft? Ja, maar het gaat goed met Ubisoft. Dat is het stomme. Nee, en voor de gamer. Dus niet ook zakelijk. Nee, ja. Maar je bent het toch ook mee eens dat heel veel franchises de plank volledig misslaan? Nou, niet volledig. Valhalla zei je ook al. Assassin's Creed is een van je favoriete franchises. Mm-hmm. Nee, dat niet per se. Maar ik vind het vet om te spelen wanneer er een vet uitkomt. Ja. Maar als dus je snapt wat ik bedoel met, denk je dat het goed komt? Hè? Worden ze gewoon weer top tier? Nee, dat denk ik niet. Ja, nee, dat denk ik niet. Sowieso. En wat nogmaals, ik vind ze ergens dus top tier. En ik vind dus ook, zolang ze 1 keer in de 3-4 jaar... Ik vind ze top tier groter, niet de kwaliteit. Nee, maar die Immortals, weet je, dat is een wel wat kleiner game. Maar stel nou dat ze 1 keer in het jaar... En we zullen ook lang niet alles van wat ze uitbrengen echt behandelen of zien of wat. Maar stel nou dat ze 1 keer in de 2 jaar zo'n game hebben. Dan is dat toch al prima goed. Ja. Maar ik denk meer dat je ook moet kijken. Ik heb gewoon heel veel wantrouwen in de gamesindustrie als zich op dit moment. Ja. Bijna elke grote studio dus uitgever. Dat is altijd fuckery. Dan vraag ik bij iedereen, vraag ik me af van, ja, gaat dit nog goed precies komen? Want wat Ghost denk ik bedoelt is dat al die vette franchises die ze hebben, wanneer gaat komen Ghost Recon weer naar de top? Ja, Splinter Cell, gaat Assassin's Creed, dat er een punt komt wanneer op al die franchises weer echt vette games zijn. Dat denk ik echt niet. En we gaan ook dingen afvallen. Maar ook niet per se om Ubisoft, maar ik denk gewoon letterlijk om hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Weet je, mensen willen niet meer een hamburgerwereld. Ja, niet meer een hele dure tang of een hele dure steak. Nee, mensen willen een hamburger, mensen willen een tang van de action. Ja. Dat is inderdaad een beetje waarom het komt door de wereld ook.
Ja, fastfood maakt gaming wel kapot. Zeg maar, ja. Die mentaliteit. Ja, ja. Nee, maar daarom, het is de fastfood mentaliteit. En voordat dat eruit is, uit de wereld, inderdaad, uit onze maatschappij, dat duurt wel even. En dan is Ubisoft misschien al over de kop of overgenomen. Of zijn die IP's weggekocht. Dat zie ik nog wel gebeuren. Dat is misschien meer een ding. En dan sterker nog, dan gaat het alleen maar slechter met Ubisoft, omdat ze hun vette IP's verkopen. Ik kan me oprecht goed voorstellen dat Ubisoft op een gegeven moment gewoon Ghost Recon verkoopt. De IP. Ja, ja. Nou ja, ze zouden er goed aan doen om het niet te doen, omdat ze dan überhaupt nog wat troeven in. En daarom doen ze het ook. Daarom hoereren ze denk ik ook helemaal uit met dingen die helemaal niet meer Tom Clancy zijn. Ja. Maar als ze dat doen, dan hebben ze zo'n troef wegverkocht. Dan moeten ze daar zoveel geld voor krijgen, want dat betekent dat ze gewoon Maar dat is precies mijn gevoel bij Ubisoft. Ze varen op de namen van een franchise, dus niet op de kwaliteit van de games. Nee, maar dat varen is ook wel op een gegeven moment een keertje afgelopen. Ja, 100%. Want je ziet dat nu al, elke franchise die ze hebben binnen hun beheer, dat is bergafwaarts. Ja. Bijna allemaal. Zitten we toch daar wel op een lijn. High five. Beep. Thanks voor dit item. Wij ook. Misschien doen we binnenkort wel een andere publisher. En misschien, we zien wel wat het boek... Rockstar is de volgende. Het boek der overdracht van J.J. Terwijl die nu zichzelf aan het insmeren is met olijfolie en gyrosvet op vakantie. En aan het volleyballen is. En dan zit er gyrosvet zand op zijn gyrosvet. Is hij een rode slip? Ja. Zeker, zo'n heel kleintje. Ja. Speedo. Een heel klein speedo. Zo'n sok erin in de voorkant. Ja, en ik denk ook dat hij alleen voor de vakantie echt een hele speciale flamboyante bril heeft die hij dan opzet. Dat hij echt een andere guy groot, is op vakantie. Grote bril. Ja, zilver, weet je net. Ik denk dat hij zijn dikke ketting ook draagt. Ja. Gewoon op zijn blote bast. Ja. En die klok waarbij hij zijn arm niet kan optillen, weet je wel? Die shit inderdaad, ja. Dat hij helemaal inmengt met de Russen die daar op vakantie heerlijk, zijn. Nou, we gaan zien wat zijn redactie de komende weken brengt. Psst.